Leuk dat u kijkt naar Eimond Business. Het programma met ondernemers van OV Eimond, waarin u antwoorden krijgt op vragen als wie is het gezicht en wat is het verhaal van het bedrijf en wat zijn de kansen en uitdagingen in onze prachtige regio. Vandaag is bij mij te gast Steven van der Stroom van ITG Bouw. Hartelijk welkom, Steven. Dankjewel. Steven is op zijn 23e in Schalkwijk begonnen in wanden en plafonds, is sportschoolhouder geweest en is samen met zijn zaakpartner Nico eigenaar van ITG Bouw in IJmuiden. Die sportschool, daar is het bouwen aan een netwerk begonnen en ook via Over Eimond natuurlijk. Je hebt alles in de hand behalve je klant, heb je mij verteld toen we elkaar eerder spraken. Ja. Wanneer merkte je dat? Nou, dat merk je eigenlijk op het moment dat je voor jezelf begint. Als je in de warme deken van een werkgever zit, dan denk je, nou, er is werk. Ik weet wat me te doen staat en dat wordt je verteld. En op het moment dat je denkt van, ik ga voor mezelf beginnen, dan begin je ineens te begrijpen van, het is heel lastig om aan klanten te komen en om aan werk te komen. Niemand kent je. Dus je probeert dan natuurlijk je eigen zaak zo te promoten dat je denkt van, nou, goh, daar komen wel mensen op af. Mm-hmm. En dat kun je op allerlei manieren doen. Van reclame tot netwerken, tot wie dan ook. Mm-hmm. Alleen op het moment dat het echt moet gebeuren, ben je afhankelijk van de klant of die klant wil worden. En of die bij jou wil gaan kopen. Ja. En of je het vertrouwen uitstraalt wat een klant zoekt. Mm-hmm. En als je het omdraait, dan kijk je, waarom koop ik eigenlijk ergens? Waarom werk ik met iemand samen? Als je dan een net beginnend ondernemer bent, heb je dat nog niet. Je hebt dat netwerk nog niet. Mm-hmm. Dus toen liep ik altijd eigenlijk al te roepen van, je hebt alles in de hand behalve je klant. Ja, en dat is door de jaren heen nooit veranderd. En hoe ben je zo aan je netwerk gekomen dan in het begin? Dat je eigenlijk wel door mijn best te doen. Mm-hmm. En positief te zijn in hetgene van wat ik doe. Mm-hmm. Dus we zijn begonnen als een heel klein wand- en plafondmontagebedrijf. Mm-hmm. Waarin de grote jongens, laat ik het zo maar even noemen, voor ons bepaalden wat wij mochten en konden gaan doen. Mm-hmm. En dan ben je heel blij dat je natuurlijk een beginnende klant hebt. Dat is nooit veranderd trouwens. We zijn elke keer blij dat we weer klanten hebben. Ja. En daarin merk je dan eigenlijk dat er een klantbehoefte is die niet werd ingevuld. Mm-hmm. En dat is een stukje extra. Iedereen kan een spijker ergens inslaan, iedereen kan iets vastschroeven of iets ophangen. Maar juist eigenlijk op het moment dat de klant niet weet, wat wil ik nou precies? En op welke manier kan dat? En bij wat voor materialen kan ik dat bijvoorbeeld doen? Mm-hmm. Dan is er daar eigenlijk een stukje voor de ondernemer waarin je je kan onderscheiden. Mm-hmm. En dat is hetgene waardoor we ook aan groei begonnen zijn. Dat je zegt van, goh, we hebben daar iets laten zien wat we kunnen. Een klant heeft bijvoorbeeld een nieuwe wens of meerdere werknemers die erbij komen. Ja. Of meer orders of weet ik wat. En daardoor moet er eigenlijk wat veranderd worden aan het gebouw of aan de werkomstandigheden. En dan bellen ze willekeurig elke aannemer op en die zegt, ja, heeft de architect wel wat getekend? Gaat er wat gebeuren, toch? Wat moet ik gaan doen? Is die er een bestek? Niet meteen mee, nee. Nou ja, een heleboel ook wel, maar lang niet allemaal. Want iedereen heeft het druk en je hebt te weinig tijd. Mm-hmm. En dat is eigenlijk hetgene waar ik altijd in geprobeerd heb mezelf in het bedrijf vrij te maken. Zorg dat je met die klant meedenkt en dan zorgen we voor het totaalpakket. Ja, want we zitten hier natuurlijk in de prachtige kantooromgeving van Office Projects. Ja. En volgens mij hebben ze mij hier verteld, heb jij hier ook bij de koepel iets bedacht, hè? Hoe is dat zo? Hoe is dat zo gekomen? Zij wisten niet wat ze wilden of zo? Nou, dat wisten ze eigenlijk heel erg goed wat ze wilden. Alleen, hoe doe je dat dan? Ja. Dus de Vincent Klopper, die vertelde mij van, ik wil hier iets aanhangen. En ik zeg, wat wil je aan iets hangen? Ja. Een mooie plantenbak en verlichting en noem het maar op. Mm-hmm. Ja, wat moeten we daarvoor doen? Een grote staalconstructie, we hebben iets anders bedacht. Mm-hmm. Met een lichte ranke constructie bedacht, die het daglicht niet breekt en die wel veel draagkracht heeft. Mm-hmm. En dus we proberen eigenlijk altijd met iets wat niet direct standaard is, toch ervoor te zorgen dat de klant wil wat hij nodig heeft. Ja, wat hij nodig heeft. En wat je hier dan ook ziet, dat is dan iets waar later een plantenbak en verlichting aangehangen kan worden, zonder dat het originele ontwerp wordt voorzien van een enorm zware staalconstructie. Ja gaaf hoor. Dat is gaaf om te zien inderdaad. Ja, hartstikke iets leuk. Anders. Dat is dus echt het onderscheidende vermogen inderdaad. Ja. En wat voor doelen heb je verder nog ook met ITG bouwen in je hoofd? Weet je hoe je het, prettig hoe je werken. Het ziet? Ja, prettig werken in ieder geval. En proberen ervoor te zorgen dat de vaste klanten die we hebben, dat het onze klanten, en laat ik eigenlijk vooral zeggen opdrachtgevers, blijven. Ik vind een klant, dat vind ik toch een iets andere omschrijving dan een opdrachtgever.
En dat we samen eigenlijk hier in die hele mooie omgeving, waarin natuurlijk heel veel kansen zijn. En als je ziet hoe bedrijvig de haven is bijvoorbeeld. En ook alle randgemeenten die daaromheen zijn. Mm-hmm. Hoeveel industrie er is en hoeveel overheid en hoeveel, verzin het maar. Ja. Ja, ik denk dat het zaak is om die bij je te houden als ondernemer. Ja, zie je het echt in de Eimond zie je echt heel veel kansen. Absoluut, altijd echt, al en nog steeds. Ja. 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 En wat voor uitdagingen zie je? Dus dat is weer een andere kant. Natuurlijk. Nou, de uitdaging die zie je toch ook wel, zoals vele ondernemers, maar ook elders. Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende vakmensen opgeleid krijgen? En dat er ook op de scholen instroom blijft. Mm-hmm. Hè? En dat je daarvoor zorgt eigenlijk dat je zometeen niet alleen maar nog oudere mannen op de bouwvloer krijgt. Ja, of waar dan ook. Ja. Ja, toch? Want je ziet eigenlijk overal dat het lastig is om daar jonge mensen voor te enthousiasmeren. Mm-hmm. En dat vind ik wel echt een van de grotere uitdagingen. Buiten het feit om natuurlijk dat je allemaal hoopt dat de leefomstandigheden voor ons allemaal enigszins normaal blijven. Normaal blijven, ja. Ja. Maar ik denk dat in welke tak van sport dat ook zaak is om jonge mensen in te laten stromen. Want hoe doen jullie dat? Hoe dragen jullie bij met ITG-bouw? Ja, het is heel lastig. We zijn een erkend leerbedrijf. Mm-hmm. Hè, dus we hebben, sinds jaar en dag leiden we toch ook wel weer mensen op. Dat doen we dan eigenlijk vooral in het timmervak, in het aannemervak, om het zo maar te zeggen. Okay, ja. Maar ook vanuit de scholen eigenlijk, waarin er altijd wel een gestage stroom was van leerlingen die ons aangeboden werden. Zo van, kijk eens of dat iets is, of je dat aan iemand kan knopen voor een aantal jaren. Ja, dat is vrijwel opgedroogd. Okay, dat is zorgwekkend. Ja. Ja. Terwijl het zo'n mooie branche is. Ja. Toch? Ja, ik denk juist, we kunnen niet zonder vakmensen. Dus, je ziet ook wel steeds meer communicatie daaromtrent naar voren komen. Hè? Ja. Dat mensen ook steeds meer op waarde worden geschat, gelukkig. Ja. In plaats van dat je niet allemaal arts of wat dan ook kan worden, maar juist ook een timmerman nodig is. Ja, je kunt het niet allemaal bij elkaar typen, toch? Daarom. Ja. Dus ik denk dat het er wel misschien een omwenteling komt. Ja, ik hoop het. Ik hoop het ook, ja. Ja, ik hoop het. Heb jij verder nog zaken die... want ik weet dat jullie ontwerpen, bouwen, verbouwen en bouwen af. En zijn bouwgarant aannemer. Ja. Is dat dan met name zakelijk of particulier? We hebben enigszins een mix getracht te vinden die goed bij ons past. Iets van 70% zakelijke markt en 30% particuliere markt. Okay, ja. En dat proberen we eigenlijk zo te houden. Omdat we daarin elke klant voldoende aandacht kunnen geven. Omdat... Ja, de twee verschillende klantgroepen, die hebben op een verschillende manier aandacht nodig. Mm-hmm. En dat willen we eigenlijk ook wel zo houden. Ja. Oké. Okay. Heb jij verder nog zaken waarvan je zegt van nou, ik heb nog wel iets te vertellen aan de kijkers? Nou. buiten het allemaal om, dat het een plezier is om hier gewoon zaken te doen in de regio. En dat ook de OVI, dat het gewoon heel leuk is dat het zo'n actieve club is. Mm-hmm. En dat je als ondernemer daarin ook niet alleen voelt. Ja. Ook het MKB, ik denk dat het toch heel vaak is dat het één of twee bedrijfseigenaren zijn met een hele schare van toegewijd personeel en toeleveranciers. Ja. Maar dat het zaak is dat je ook weet dat je met die ondernemers, vooral op een meeting bijvoorbeeld van de OVI, dat je eens even kan klankborden. En dat je daarin gewoon prettig kennis delen. En dat je niet denkt van, goh, ik zit hier als éénling. Mm-hmm. Nee, je doet het met elkaar in die regio. En dan zie je ook, vind ik, een aanzuigende werking. Want er zijn veel bedrijven die naar de regio Kennemerland, laat ik het zo maar even zeggen, of Eimond, toegaan. Veel meer eigenlijk dan dat er weggaan. Ja, dat is niet voor niks. Dat is toch een fijn werkklimaat. Ja, maar het is toch ook indrukwekkend. Ja. Kijk eens over het water. Hè. Dan, kijk eens naar Tata Steel bijvoorbeeld, wat daar gebeurt. Mm-hmm. Het is de staalindustrie van Nederland. Ja, ik ben daar trots op dat die hier in die gemeente zit. Ja. En zeker, ook mijn opa heeft daar gewerkt. Mm-hmm. Dat is toch gaaf, toch? Ik vind dat leuk. Ja, dat bestaat nog. En zo zijn er veel meer bedrijven in de vis, in de logistiek. In de... Ja. Ja, als je daar eens rustig op een zondag, als je een keer niet hoeft te werken, doorheen fietst. Dan is dat een mooi gezicht om te zien. Dat is, ik ben daar trots op in die regio te mogen werken. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter, denk ik. Nou, dankjewel. Steven, hartelijk bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Alle afleveringen van Eimond Business worden uitgezonden op de lokale tv-zenders en via onze eigen kanalen. Meer informatie vindt u op overeimond.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.